dames en heren. Een hele goede middag en hartelijk welkom hier in deze Dovers in de Kerk. Hartelijk welkom voor u in de zaal en natuurlijk een bijzonder hartelijk welkom aan onze sprekers van vandaag. Professor Roepboeks en professor Sharon Hulbaal, hartelijk welkom. En natuurlijk ook een hartelijk welkom aan Marjan Scharlo, directeur van het Teylers Museum. En Alexander Rinoy-Kan, voorzitter van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Het is precies 2 jaar geleden dat wij hier ook waren, 25 november 2013. En dat was de eerste Spaarne lezing. We hadden toen ook 2 sprekers, net als vandaag. Die sprekers waren toen in een bomvolle kerk, Frans van Lunteren en Robert Dijkgraaf. En ze spraken toen over het verleden van Isaac Newton, over zijn leven. En Robert Dijkgraaf die sprak over het belang van Isaac Newton, wat hij nog steeds heeft voor vandaag de dag, voor de wetenschap en ook voor de maatschappij. En dit concept, of format zoals we dat ook wel noemen, van 2 sprekers. 1 spreker die spreekt over het verleden en 1 spreker die spreekt over het nu en over de toekomst. Dat is heel kenmerkend voor de Spaarne lezing. En voor het idee is door de 2 organiserende partijen, het Teylers Museum, de Hollandse Maatschappij der Wetenschap, gekozen. Omdat het zo goed past bij het karakter van deze 2 instituten. Ze zijn allebei opgericht in de tijd van de verlichting en allebei met dezelfde doelstelling, namelijk kennis en wetenschap toegankelijk maken voor een breed publiek. Nou, dat brede publiek, dat bent u vandaag en jullie hier op de achtergrond. En wie jullie zijn, dat ga ik zo meteen even toelichten. De Spaarne-lezing is een hedendaagse vertaling van het gedeelde verlichtingsideaal. Ook de Spaarne-lezing is een laagdrempelig evenement wat bedoeld is voor, om kennis en wetenschap voor iedereen die interesse heeft hierin toegankelijk te maken. Voor u hier in de zaal. En ook voor de mensen hier achter mij, de studenten van, nu weet ik waar ze zitten, Hageveld College. En Ichters zit hier ook. Wie zijn jullie? Ichters, die 2 van Ichters. En aan de andere kant Stedelijk Gymnasium, de studenten daarvan. En zij worden straks in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan onze sprekers. De mensen die hier niet bij wilden zijn of konden zijn, die krijgen ook de kans om de lezing nog te bekijken op YouTube. Want het wordt geregistreerd en het wordt binnen, nou, ik denk een paar weken, wordt het gepubliceerd op YouTube. Goed, het onderwerp waar we het dit jaar over gaan hebben is klimaatverandering. En dat onderwerp is natuurlijk geen toevallige keuze. Natuurlijk heeft het te maken met de klimaattop in Parijs, die over een paar dagen van start zal gaan. En wat nu al wordt voorspeld, de belangrijkste klimaattop ooit zal worden. Het is erop of eronder. En dat is voor heel veel mensen, is dat nu eindelijk, meer mensen dan ooit lijken daar echt van doordrongen op dit moment. Zelfs Paus Franciscus rijdt inmiddels met zijn encycliek onder zijn arm, Laudato Si, onder zijn pauselijke arm de wereld rond als bevlogen ambassadeur van onze planeet. Maar de klimaattop is niet de enige reden dat wij hier vandaag het over gaan hebben. Het onderwerp van de Spaarne-lezing is gekoppeld aan een expositie in het Teylers Museum. En dit jaar is dat de expositie Echte Winters. En die ging op 7 november, als ik het wel heb, ging die van start in het Teylers Museum. Te zien, daar zijn 19e-eeuwse wintertafereeltjes, allemaal prachtige schilderijtjes van onder andere Averkamp, Koekoek en Jonkind. En die laten ons zien hoe de winters van vroeger waren. Met kruldraaiende en zwierende mensen op natuurijs. En de vraag die dan onherroepelijk bij ons allen opkomt is, gaan we dat nog meemaken? Gaan we ooit nog die echte winters van vroeger meemaken? Ooit, of zal de opwarming van de aarde, dus klimaatverandering, de aarde warmt op en heeft dat ook gevolgen voor die strenge winters. Krijgen we die strenge winters ooit nog terug of zullen we altijd tot ergens ver in november zoals dit jaar zonder jas op het terras kunnen zitten? Nou, waarschijnlijk, hopelijk krijgen we vandaag antwoord op deze vragen. We zijn in ieder geval heel trots en blij dat we weer 2 vooraanstaande sprekers bereid hebben gevonden om hier vandaag over dit onderwerp te komen spreken. De 2e spreker die straks zal spreken, ik zei het al, wat er in de toekomst met het klimaat zal gebeuren, is niemand minder dan professor Hans-Joachim Schellenhuber, een van de meest vooraanstaande klimaatwetenschappers van deze tijd. En ik zal hem straks verder bij u introduceren. Maar we werken chronologisch en dat betekent dat we beginnen bij het verleden. De winters van ooit, van heel lang geleden wel te verstaan. En iemand die daar alles van weet is professor Wil Roepboeks. Hij is hoogleraar archeologie van de oude steentijd aan de Universiteit van Leiden. Hij won in 2007 de Spinoza-prijs en wel voor zijn, en ik quote, originele observaties over vroege mensachtige en de ontwikkeling van de menselijke samenleving. Daarnaast kreeg hij in 2013 de prijs academiehoogleraar van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap toegekend. Hij zal een beeld schetsen van de winters die wat minder nostalgisch waren dan de ijsgezichten op de expositie van Teylers. De winters van ver voor de koek en sopie en ver voor het Elfstedenkruisje.
De winters uit toen de tijd dat olifanten nog een lange vacht hadden om zich tegen de extreme kou te kunnen beschermen. En wij op onze beurt niet veel meer deden dan achter die olifanten met lange vacht aan te jagen om er een jas van te maken om onszelf tegen die extreme kou te kunnen beschermen. Hij kwam speciaal voor ons uit Parijs vanmorgen. Klopt, hè? Goeie reis. Goed, hij kwam speciaal voor ons uit Parijs. Laten we het daarmee ophouden. Graag een hartelijk welkom voor Wil Roelofs. Dames en heren, maatschappij, heel erg dank voor de uitnodiging om hier vandaag tot u te spreken. Bij de mail die de uitnodiging bevatte, in die mail stond dat het zou mooi aansluiten bij het thema van Schellnhuber en bij de tentoonstelling in het Teylers, als u zou kunnen spreken over het leven van mensen in barre omstandigheden in lang vervlogen prehistorische tijden. Nou is dat kort door de bocht een hele fraaie omschrijving eigenlijk van mijn vakgebied. Het vakgebied is de archeologie van jagers-verzamelaars. En dat vakgebied dat begint chronologisch bij de allervroegste stenen werktuigen in Oost-Afrika, zo'n 3,3 miljoen jaar geleden. En het eindigt zo'n 10.000 jaar geleden, wanneer mensen zich wereldwijd gaan vestigen, sedentair worden en aan landbouw gaan doen. En dat jagende, verzamelende bestaan dat gebaseerd is op een hoge mate van mobiliteit opgeven. We praten dan over een hele andere manier van leven. We praten over mensen die continu, ik simplifieer het een beetje, die continu rondtrokken, heel mobiel waren, geen vaste woon- of verblijfplaats hadden, leefden van jacht op kleine en grote zoogdieren, het verzamelen van plantaardig materiaal, et cetera. En als jagers-verzamelaars hebben wij uiteindelijk vanaf een heel vroeg begin in Afrika, miljoenen jaren geleden, geleidelijk de hele wereld gekoloniseerd. Niet met een plan, hè, laten we eens naar het oosten trekken, maar met een geleidelijke uitbreiding van de door jagers-verzamelaars bewoonde gebieden. En al jagend en verzamelend is de gehele wereld gekoloniseerd. Zo'n 40.000, 50.000 jaar geleden trekken jagers-verzamelaars in boten van Zuidoost-Azië, Nieuw-Guinea binnen en Australië. En een 14.000, 15.000 jaar geleden wordt het laatste werelddeel waar nog geen mens achter grond liepen, de Amerika's, door jagers-verzamelaars bevolkt. Via de Beringstraat, die toen droog lag, omdat in de gigantisch gegroeide ijskappen grote hoeveelheden water opgeslagen waren. Ik heb een handout gemaakt om een en ander wat makkelijker te kunnen volgen. Dat gaat slechts over de laatste 2 miljoen jaar van klimaatveranderingen. Want ik ben een soort voorprogramma voor het verhaal van professor Schellnhuber. Ik ga een beetje praten over de tijdsdiepte van klimaatschommelingen en hoe mensachtigen zich daaraan aangepast hebben. En professor Schellnhuber gaat dan praten over de uitdagingen die ontstaan in het allerbovenste streepje van dat schema. Het schema bestrekt 2 miljoen jaar. Dat is dus slechts een deel van de periode waar mijn vakgebied zich mee bezighoudt, want dat begint 3,3 miljoen jaar geleden. Op het schema ziet u van links naar rechts afwisseling van koude en warme tijden met wat gebeurtenissen in de voorgeschiedenis van de mensheid, die ik heel af en toe in mijn verhaaltje zal noemen. En helemaal bovenin, in dat allerbovenste streepje, dat dunne streepje bovenin, dat begrenst eigenlijk het plaatje. Daar zit alles waar professor Schellnhuber over gaat praten. Daar zit het ontstaan van de landbouw, het bouwen van piramides, de kredietcrisis, de vluchtelingencrisis, de klimaatconferentie. Dat zit allemaal helemaal bovenin. Dat is de periode waarin wij als Homo sapiens extreem succesvol geworden zijn, demografisch heel succesvol, maar ecologisch een beetje
problematische soort, om het maar eens zo te zeggen. En ik geef dus als het ware een soort het begin van dat metaverhaal van hoe wij van eenvoudige jagers verzamelaars in Oost-Afrika geleidelijk de hele wereld gekoloniseerd hebben en uiteindelijk in dat allerbovenste streepje terecht zijn gekomen en hier met z'n allen zitten. Het jagers-verzamelaarsbestaan is, dat kan niet genoeg benadrukt worden, een hele andere manier van leven. En mobiliteit was daar dus een heel belangrijk middel om je aan te passen aan de voortdurend veranderende omgevingsomstandigheden. Omgevingen veranderden voortdurend in het ritme van die door de zogenaamde Milankovic-cycli bepaalde afwisselingen van koude en warme tijden die in het schema goed gevisualiseerd worden. Ik denk dat een van de opvallendste dingen voor ons 21e eeuwers zou zijn dat we te van doen hadden met een hele lege wereld waarin eigenlijk nauwelijks mensen rondliepen. Tienduizenden, honderdduizenden, dat valt niet te schatten, jagers-verzamelaars in Europa enkele tienduizenden jaren geleden. Werelden waarin voor het grootste gedeelte van de periode die in dit plaatje bestreken wordt, de omgeving eruit zag als steppe-tundra-achtige gebieden met grote grazers en vreemde combinaties van zoogdieren zoals leeuwen en rendieren, neushoorns in onze breedtegraden. En in de introductie werd het al genoemd. 120.000 jaar geleden zouden we hier in Maas en Rijn nijlpaarden, neushoorns en hele grote olifanten hebben kunnen aantreffen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat wanneer men begin 19e eeuw begint te ontdekken dat er wellicht een wereld geweest is voor de zonvloed. Wanneer men begint te ontdekken dat de mensheid mogelijk een veel grotere tijdsdiepte heeft dan dan de Bijbelse chronologie toeliet, enkele duizenden jaren, dat tot heel veel debat leidde. Het aantreffen van de eerste duidelijke stenen werktuigen in grinden van de Somme in Noord-Frankrijk met resten van uitgestorven dieren, dat leverde enorm veel debat op. En dat debat heeft wel uiteindelijk dan geleid tot het accepteren van een hoge ouderdom van de mensheid. Dat wil zeggen, 35-40% van de Amerikanen, van de US-bewoners accepteert dat nog steeds niet. Maar in het algemeen is men er wel van overtuigd dat wij heel ver teruggaan in de tijd. En een van de mooiste fossielen, een van de mooiste fossielen uit dat hele vroege debat over de ouderdom van de mensheid ligt hier in het Tylers Museum. Dat is Homo diluvii testis, eind 18e eeuw door Tylers aangekocht. Men vermoedde dat een, zoals de naam voor Latijns geschoolde al zegt, een mens was die getuige was geweest van de zonvloed. Er stond ook nog achter Homo diluvii testis et theoskopos. Iemand die ook nog God gezien had. En dat fossiel dat bleek al snel na aankoop door Tylers rest een fossiel te zijn van een reuzensalamander en helemaal niet van een zondig zonvloedslachtoffer. Maar het is een enorm belangrijk fossiel in die lange ontdekkingsgeschiedenis van het diepe, onbekende verleden. Nou, wat we nu denken te weten is dat zo'n 7 miljoen jaar geleden in Afrika de lijn die leidt tot de hedendaagse chimpansees en de lijn die leidt tot wat hier in de zaal bij elkaar zit, dat die uit elkaar gaan 7 miljoen jaar geleden. Dat heeft ook weer van alles met klimaat te maken, met verdroging van het Afrikaanse landschap, waardoor er nieuwe niches ontstaan waar dieren zich aan aanpassen, waardoor je soortvorming krijgt. Heel interessant proces van soortvorming, waarbij telkens nieuwe, beter aangepaste soorten het roer overnemen. En sommige van die vroege mensachtigen, die beginnen dus iets meer dan 3 miljoen jaar geleden stenen werktuigen te maken. Dan begint de archeologische record begint op dat moment. En 2 miljoen jaar geleden duiken de eerste vroege mensachtigen buiten Europa op. Buiten Afrika op zien we ze in Eurazië verschijnen. Buiten hun Afrikaanse kerngebied. Dat duurt nog een miljoen jaar vervolgens.
eer we ze de noordelijke gebieden, onze breedtegraden, zien binnentrekken. Ze zijn heel snel in het zuiden van China, op Java, waar Eugène Dubois, een van de vroegere conservatoren van het Tijlers Museum trouwens, de Pieter-Cantepus ontdekte eind 19e eeuw. Ze zijn in Georgië, in de Caucasus, 1,8 miljoen jaar geleden. Maar het duurt bijna een miljoen jaar eer we hier in deze gebieden, dan heb ik het over Engeland, Norfolk, de eerste sporen zien van mensachtigen die de koudere delen van de oude wereld beginnen te koloniseren. Dus er zit een periode van minstens 1 miljoen jaar lange soort zuidelijke mediterrane marinade in voor we vroege mensachtigen in onze contreien zien verschijnen. Maar die vroege mensachtigen die zijn hier zo'n 800.000 jaar geleden waarschijnlijk, vermoedelijk, alleen maar in periodes waarin het even wat warmer is. Ze zijn niet echt aangepast aan koude omstandigheden, maar wanneer de warmere omstandigheden zich door klimaatsveranderingen een beetje naar het noorden verschuiven, dan hobbelen ze lekker mee. En de eerste echte aan koude aangepaste vroege mensachtige, denken we, dat zijn de beroemde Neandertalers, die tussen 300.000 en 40.000 jaar geleden hier in de dominante menssoort was op onze breedtegraden. En die leefde van Wales in het westen tot het Altaigebergte helemaal in het oosten. Dus een enorm groot gebied, ter grootte van Australië, 10 miljoen vierkante kilometer. Dat was het leefgebied van die vroege mensachtigen. In ons Leidse groepje is dat eigenlijk onze pet hominin, onze favoriete mensachtige, omdat hij zo sterk, omdat hij in heel veel opzichten op ons leek. En in sommige opzichten in zijn materiële cultuur ook weer net anders was. En het is heel erg interessant om de archeologie van die jagersverzamelaars, die Neandertalers, te vergelijken met de archeologie van latere en subrecente jagersverzamelaars. Het is ook een vakgebied waar enorm in de stroomversnelling zit. Wij leiden nu studenten op voor vakgebieden waarvan we niet eens weten hoe ze eruit zien over 10, 15 jaar. In de archeologie, maar dat geldt voor vrijwel alle disciplines die tegen het beta aan schurken. Daar zijn de ontwikkelingen in biomoleculaire technieken en bij ons vooral in de genetica, die gaan zo razendsnel dat je het eigenlijk niet meer kunt permitteren om studenten te laten afstuderen die niet een basiskennis hebben van biologie. Als je een loopbaan wil in de archeologie, en dat voor u klinkt dat misschien vreemd, is daar überhaupt werk in te vinden? Nou, in mijn vakgebied, dat vakgebiedje wat die archeologie van jagersverzamelaars doet, wereldwijd werken daar vele duizenden mensen in. We hebben jaarlijks een congres van de European Society for the Study of Human Evolution. In Londen, 2 maanden geleden, waren daar 500-600 deelnemers. En als illustratie, in Leipzig heeft de Max Planck Gezelschap een instituut opgericht. Dat heet MPI, het Institute for Evolutionary Anthropology, een Max Planck Instituut. Daar werken zo'n 600 mensen alleen aan deze periode. En dat is ook het instituut waar u wellicht over gelezen heeft, waar Svante Paabo bezig is geweest met het ontrafelen van heel oud DNA. Hij is in staat om uit hele kleine stukjes bot van Neandertalers en eerdere mensachtigen genooms te reconstrueren die van een resolutie zijn vergelijkbaar met wat hier gedaan kan worden met uw erfelijk materiaal. Dus dat is een hele belangrijke tak van sport geworden. En Svante Paabo heeft 2 weken geleden niet toevallig van een van de Breakthrough Prizes gekregen in Life Sciences. Een flink bedrag, iets van 3 miljoen euro, ter beschikking gesteld door Facebook, door de eigenaars van Facebook en Google. Dat was verdiend. Maar zoals die paleogenetica, het onderzoek van Paabo en allerlei andere zaken waar ik nu niet op in kan gaan aangeven, is het terrein waar heel veel disciplines mee bezig zijn. Al vanaf het allervroegste begin van de prehistorie als discipline. Aardwetenschappen zijn
enorm belangrijk onderdeel van ons werk. Wij graven op in sedimenten, in aardlagen. Interesseren ons voor alles wat daarin zit. Zelfs voor de vorm van de zandkorreltjes. Omdat dat iets kan vertellen over de wijze waarop die sedimenten, dus de verpakking van onze vondsten, tot stand gekomen is. Kleine schildjes van kevers, fossiele stuifmeelkorrels, tandjes, enorme tanden van zoogdieren. Het is allemaal van belang, omdat het ons iets kan vertellen over de omgeving waarin de mensachtigen leefden die spullen achterlieten. En wij zijn erg geïnteresseerd in vragen naar in welke omgeving liepen, wanneer, op welk moment vroege mensachtigen rond. Pas waren ze in staat om het in de koudste delen van het Pleistocene uit te houden hier in onze gebieden? Of trokken ze zich toen terug in zuidelijker of oostelijker delen van Europa? Hoe kun je dat onderzoeken? Want u weet allemaal, als u naar dit plaatje kijkt, dat klimaatschommelingen, fluctuaties, iets van alle tijden is. De vraag is wat er op dit moment in dat allerbovenste streepje, het Holocene, aan de hand is. We zijn 2 weken geleden door de 400 ppm kooldioxide heen gegaan. De vraag is, daar gaat collega Schellnhuber straks over praten, wat dat allemaal betekent. Maar wij weten wel vanuit de archeologie, als je terugkijkt, die grote tijdsdiepte, dat de laatste miljoen jaar mensachtigen ze enorm flexibel waren, enorm goed konden omgaan met al die klimaatschommelingen. Zo'n 160.000 jaar geleden, staat er in het Engels, glaciers cover the north of the Netherlands. Toen lag er een honderden meters dik ijspakket tot Haarlem. De lijn Haarlem-Nijmegen lag een gigantisch dik ijspakket. En u kunt zich voorstellen dat ten noorden van de lijn Haarlem-Nijmegen weinig oermensen aan te troffen waren, althans levend. Dat is ook de periode waarin die ijspakketten zoveel water aan de zee onttrekken dat je te voet naar Engeland kon lopen, et cetera, et cetera. Dat zijn allemaal hele bekende zaken. Minder bekend is misschien dat archeologie door onze focus op die omgevingsreconstructies, dat wij aangename bijvangst creëren voor klimaatmodelleerders. Archeologische sites worden, misschien omdat ze af en toe beter gesponsord worden dan het onderzoek van geologisch bodemprofiel, wat net zo interessant is trouwens. Archeologische sites kunnen in sommige gevallen, archeologische onderzoekers kunnen het zich in sommige gevallen permitteren om heel gedetailleerd aardwetenschappelijk onderzoek voor elkaar te krijgen. En dat levert belangrijke data op voor de klimaatmodelleerders die dit soort grootschalige op diepzeekernonderzoek gebaseerde klimaatscurves moeten zien te vertalen in wat er op het land gebeurde. En de archeologie is wat dat betreft een belangrijke discipline voor het leveren van data daarvoor. Het is trouwens misschien ook wel leuk, belangrijk om te vermelden dat hier vlakbij aan het Spaarne 17, tot enkele decennia geleden een heel belangrijk kenniscentrum voor de Nederlandse ondergrond stond, de Rijksgeologische Dienst. Daar zat de crème de la crème van de kwartiergeologie. In Nederland werkte daar. Mensen die sommige mensen nerds zouden noemen, die slakjes stelden, stuifmeelkools, et cetera, et cetera. En ik ga daar niet lang op in, maar die Rijksgeologische Dienst in die vorm is er helaas niet meer. Er zijn wel opvolgers, maar wij vanuit onze discipline missen we het bestaan van dat kennisinstituut nog elke dag. Bijna elke dag. Er komt heel veel bij aan nieuwe disciplines in ons vakgebied. Ik noemde de genetica al, maar er gaan ook dingen weg. Er verdwijnen ook dingen. En dat zijn niet altijd de dingen die je zou willen zien verdwijnen. Het zijn de disciplines die heel veel tijd kosten. En laboratoria en slijpplaatjes. En die niet het sexy onderzoek opleveren waarmee je bij De Wereld Draait Door aan tafel komt. Of waarmee je via Facebook een verkiezing voor een goed onderzoek zou kunnen winnen. Dus wat dat betreft, Haarlem heeft een zwakke plek in de heeft een belangrijke plek in het onderzoek van de klimaatschommelingen in het kwartier door de
geologische dienst die hier vroeger zat. Kennis is belangrijk. En met het verdwijnen van het instituut is nogal wat kennis verloren gegaan. Ik wil dat niet blijven herhalen, maar dat is een bruggetje naar het volgende onderwerp. Dat mensen, menselijke jagersverzamelaars, een soort kennis, een hele sterke op kennis gebaseerde economie hebben. Een manier van leven die gebaseerd is op een enorme kennis van de natuurlijke omgeving. Mensen zijn, menselijke jagersverzamelaars zijn extreem flexibel. Wij zijn in staat om in een breed spectrum aan omgevingen te overleven. Niet door biologische aanpassingen, maar doordat we erin slagen om van elkaar te leren. Geaccumuleerde kennis met betrekking tot bepaalde type omgeving over kunnen dragen van generatie naar generatie. En zo met eenvoudige technologieën, maar met een hele goede kennis van de specifieke omgeving, erin slagen om zowel in de binnenlanden van Australië en de dorre, extreem droge woestijnen in de binnenlanden van Australië, als in de, op de noordelijke toendras van Alaska te overleven. En dat doen we door kennis. We hebben een kennisintensieve niche ingenomen, zoals sommige mensen dat noemen. Als je ons vergelijkt met andere primaten, met chimpansees bijvoorbeeld. Chimpansees leven kortere levens, maar zijn na 5 jaar al onafhankelijk. Produceren dan, zitten dan boven de nullijn, kunnen zijn self-supporting en produceren een heel klein beetje meer dan ze zelf nodig hebben, wat ze kunnen delen met anderen. Maar wij hebben al lang, Neandertalers hadden dat ook, een hele veel langere levens met een hele lange jeugd waarin we tot ons 20ste afhankelijk zijn. Dat geldt ook bij jagers-verzamelaars. Afhankelijk blijven van ouderen in de groep die in de piek van hun productie zitten, zo tussen 20 en 50, die dan overproduceren en daarmee de jongere generatie kunnen voeren die nog hun lichamen moeten aanleggen en kennis moeten opdoen voor dat kennisintensieve leven later. En wanneer we dan rond ons 60ste, 65ste door de nullijn zakken en hier met pensioen gingen, dan bij jagers-verzamelaars wordt dat deel wat niet meer echt actief is, wordt gezien als een soort tribal encyclopedia. Een groep die in een lang actief leven heel veel kennis opgebouwd heeft, met name over klimaatschommeling of omgevingsveranderingen die niet zo vaak optreden. Dus die groepen, wat dat betreft hebben wij een hele andere life history dan andere primaten. Dus een life history die gebaseerd is op een lange kennisintensieve jeugd. En studenten die doen natuurlijk nog iets langer, die besluiten om dat investeringsprofiel, dat verandert ook een beetje in die zin dat ze langer onder de nullijn zitten in de hoop later veel hoger te kunnen pieken. Dat is de vraag hoe dat in de toekomst gaat lopen. Andere dieren hebben zich biologisch aangepast. Wij schieten een dier, zoals de inleidster al zei, en trekken de huid van dat dier aan. En dat zijn zaken die we doen omdat we een grote kennis van de natuurlijke omgeving en allerlei materiële cultuur ontwikkeld hebben. Een van de dingen die daarbij horen, en dan ben ik bijna aan het einde en aan het thema van de volgende spreker, is vuur. Darwin vermoedde dat vroege mensen niet Afrika konden verlaten zonder dat ze over... Darwin vermoedde al dat Afrika de bakermat van de mensheid zou zijn geweest. Hij heeft gelijk gekregen. Hij lijkt gelijk gekregen te hebben. Maar de vraag is of zijn idee dat je vuur nodig had om deze breedtegraad binnen te lopen, of dat klopt. Mensen zijn de enige dieren die vuur produceren. Er zijn dieren die vuur gebruiken, die zin dat als hun omgeving verandert doordat er ergens vuur is, kunnen bepaalde primaten, die weten dat er allerlei smakelijke verbrande hapjes te halen zijn. Er zijn vogels bekend in Australië die aan de randen van die vele bushfires zitten te wachten op van alles wat daar omhoog vliegt en wegrent. Maar mensen zijn de enige primaten die vuur maken en die daar, zoals beschreven door Joop Goudsblom, ook totaal afhankelijk van geworden zijn.
De vraag is dus voor onze archeologen, hoe lang is dat al het geval? Er zijn bekende onderzoekers als Richard Wrangham van Harvard. Die heeft een boek geschreven over wat hij noemt de cooking primate. En dat gaat over de vraag hoe lang mensen al koken. Voor Richard Wrangham is het een heel eenvoudig verhaal. Hij zegt als je 2 miljoen jaar geleden mensen met grotere skeletten en flinke hersenpan ziet verschijnen, dan zijn dat lichaamsvormen die je alleen maar kunt financieren door overstap naar een hogere kwaliteit voeding. En voor hem is het verschijnen van vroege mensachtigen met zo'n lichaamsvorm, Homo erectus, is een duidelijke aanwijzing dat we al 2 miljoen jaar lang aan het koken zijn. Daar heeft hij heel mooi. Dit is een grove samenvatting van zijn veel genuanceerder verhaal, samengevat in een heel mooi boek. En de argumenten die hij in dat boek bij elkaar haalt, die zijn overtuigend. Alleen is er één probleem voor onze archeologen. Wij zien het niet. Wij zien pas vuur verschijnen. De sporen van vuur verschijnen zo'n 300.000 jaar geleden. Dan heb ik het over houtskool, verbrande botten, et cetera, et cetera. Dus 1,7 miljoen jaar lang zien wij geen aanwijzingen voor gebruik van vuur door primitieve mensachtigen. Nou is archeologie een wetenschap die met zeer incomplete databestanden werkt. Vuurtjes, zeker als je ze kort brandt, één regenbui eroverheen en het is weg. Laat staan de ravages of time die je honderdduizenden jaren lang met kampementjes kunnen verstoren, kunnen vernietigen. Maar ik heb met een Amerikaanse collega een jaar of 3 geleden een artikel geschreven over de data uit Europa. En wij kwamen tot de conclusie dat gezien het feit dat we heel veel vindplaatsen hebben met een extreem goede conservering waar je vuur had moeten zien. En we zien het niet in een heel breed spectrum aan grotten, openluchtvindplaatsen. We zien het niet dat dat een duidelijk patroon is. Een mogelijke aanwijzing dat vuur pas iets is wat we pas 200.000-300.000 jaar lang gebruiken. Een jaar geleden kwam een soortgelijke studie uit van mensen die dat voor het Nabije Oosten gedaan hebben. En die kwamen tot dezelfde conclusie. Zij concludeerden dat het gecontroleerd gebruik van vuur iets is wat heel recent is in de evolutie van de mens. Heel recent in het licht van dit soort grotere tijdsdiepte. En de uitdaging is nu om dat uit te vissen. Of we gewoon niet goed kijken. Of we andere technieken moeten ontwikkelen. En daar komen bijvoorbeeld die genetische studies weer om de hoek. Dus op dit moment, sinds een jaartje of 2, kunnen we toxicologen van de Universiteit van Wageningen, met wie we samenwerken, vragen om te kijken in de genomes van uitgestorven mensachtigen. Neandertalers, Denisova-mensen. De groep van Pebo in Leipzig heeft kern-DNA gehaald uit 450.000 jaar oude menselijke fossielen. Dus die voortgang is enorm. En wat we nu proberen te doen is kijken of we sporen kunnen vinden van biologische aanpassing van vroege mensachtigen aan de giftige stoffen die het gebruik van vuur genereert in de vorm van rook. En zij kijken dan met name naar die genenvarianten die belangrijk kunnen zijn geweest voor de reproductie van vroegere mensachtigen. Dat is een fascinerend onderzoek waarmee we dus een hele simpele vraag proberen te beantwoorden. Hoe lang is vuur al een vast onderdeel van ons menselijk repertoire? Want vuur, en daar gaat de volgende spreker over, dat we vandaag de dag zoveel gebruiken dat het tot self-combustion kan gaan leiden. Vuur heeft naast de enorme voordelen natuurlijk ook nadelen meegebracht. Nadelen op het niveau van wat een aantal weken geleden nog in de NRC uitgebreid beschreven werd. Hè, dat er jaarlijks 1 miljoen mensen ongeveer een vroegtijdige dood sterven door blootstelling aan rook. Oké, in afgesloten ruimtes. Aan rook van het stoken van vaste brandstoffen. Dat zijn ook de,
Dat, zijn ook, dat was ook een van de triggers voor dat toxicologische onderzoek samen met de groep in Wageningen. Maar op een ander niveau, de nadelen, daar gaat de volgende spreker over praten. Het grootschalige gebruik van vuur in allerlei contexten in de laatste honderden jaren. We hebben het dan met name over ontwikkelingen in het kielzog van de industriële revolutie. Het begin van wat Paul Krutz het Anthropocene genoemd heeft. Maar voordat we denken dat, dat alles pais en vree was tot het ontstaan van de landbouw. Ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat jagers-verzamelaars, zowel de, zeg maar, de subrecente als die veel eerdere, dat waren geen hippies die rustig door het landschap liepen en alleen maar gebruikten wat de natuur geproduceerd had. We hebben aanwijzingen dat al 10.000 jaar geleden, en we weten zeker dat recente jagers-verzamelaars vuur als een werktuig gebruikten en daarmee landschappen over grote afstanden, over grote gebieden modificeerden, in de brand staken om allerlei redenen. Met name het vergroten van de rijkdom van de natuurlijke voedselbronnen. Er is een heel fraai boek verschenen 2 jaar geleden van een Australische onderzoeker. Dat heet The Biggest Estate. En dat gaat daarin stelt hij dat Australische aboriginals, die 40, 50.000 jaar lang al in Australië aanwezig waren toen daar de Engelsen binnenkwamen eind 18e eeuw, dat die Engelse onderzoekers, dat die Engelse ontdekkingsreizigers geen maagdelijk continent aantroffen, maar, vandaar de titel The Biggest Estate, die troffen een park aan. Een parklandschap dat vormgegeven was door tienduizenden jaren lang afvakkelen van het landschap door de aboriginals. Goed, dat zijn natuurlijk hele andere verhalen. We praten over veel geringere bevolkingsdichtheden. We praten niet over de enorme demografische groei van het die sedentaire samenlevingen bewerkstelligd hebben. En die uiteindelijk de problemen opgeleverd hebben waar de volgende spreker het over zal hebben. Dank u wel. Blijft er nog even boven staan. Dan is het nu tijd voor vragen. En we hebben daar, ik zei het al, wat leerlingen en wat studenten uitgenodigd van de Haarlemse scholen. Dan kijk ik maar even om me heen. Zijn er vragen, jongens? Wie heeft er een vraag? Dan ga ik even naar de andere kant. Grijp je kans. Ja, we hebben een vraag. En dat is het leuk, want vorig jaar was ook een meisje de eerste die een vraag stelde. Daar word ik altijd heel blij van. Ik zeg het nog maar een keer. Wat is je naam? Jente. Jente, en wat is je vraag? Gelooft u in de Milankovitch-variabelen, dat die zoveel invloed hebben op het klimaat? Of ik geloof in de Milankovitch-variabelen? Dat is een goede vraag. Moet ik uitleggen wie Milankovitch was, of van jij het publiek uitleggen? Ja. Nou, Milankovitch, of de volgende spreker gaat er ook op in, maar Milankovitch was een Servisch astronoom die lang voordat we de informatie hadden over het karakter van de koud-warm cycli, een eeuw daarvoor, berekend had hoe de schommelingen van de, hoe de stand van de aarde ten opzichte van de zon, hoe dat varieerde in drie dimensies. En op basis daarvan heeft hij een soort voorspelling, kun je niet noemen, maar heeft hij een Milankovitch-curve opgesteld die weergaf de zonnestraling, de intensiteit van de zonnestraling op aarde. En op basis daarvan kwam hij met een curve, een afwisseling van koude en warme tijden, een datering van die afwisseling van die koude en warme tijden, waarvan in der tijd mensen zeiden, ja, wat moeten we hiermee? Tot de informatie kwam vanaf de jaren 70 uit de diepste delen van de oceaan, de details doen er niet toe, waar die een perfecte bevestiging bleken van die Milankovitch-curve. Dus ja, ik geloof in de Milankovitch-cycli. Ja.
Dat is een heel lang antwoord. Wat, ja, uiteindelijk, nee, maar dat geeft niet. Ik had het al gewaarschuwd. Wetenschappers geven vaak hele lange antwoorden. Dus ze waren voorbereid. Ik had ook gewoon kunnen zeggen ja. Dat had ook gekund, maar ja, dat is minder interessant natuurlijk. Zijn er verder nog vragen, jongens, uit deze hoek? Nee? Dan ga ik aankondigen dat ik naar deze hoek ga. Zijn hier inmiddels al vragen gerezen? Ja, wat is je naam? Ik ben Job. En ik vroeg me af, want u zei dat vuur heel belangrijk was voor het verspreiding vanuit Afrika naar de andere werelddelen. Maar hier in dit diagram zie ik dat de eerste mensen in Noord-Europa al, ja, best wel een eind in die koude periode voordat vuur echt gecontroleerd kon worden, al in Noord-Europa aanwezig waren. Dus ja, ik vroeg me af, hoe zit dat dan? Is de vraag duidelijk? Ik snap het. Ik heb het molen niet goed uitgelegd. Ik citeerde, of probeerde te citeren, Charles Darwin. Die heeft in der tijd, 1872 stelde hij dat, dat vuur waarschijnlijk een heel belangrijk onderdeel is geweest van de menselijke toolkit. Wanneer de mens zich begint te verspreiden buiten Afrika. En dat is een soort gut feeling dat we eigenlijk allemaal gehad hebben. Totdat, met name door het werk van Richard Wrangham, de chronologie van vuurgebruik ineens een probleem werd. Wrangham zei, we doen het al vanaf 2 miljoen jaar geleden. Maar als archeoloog, wij graven vindplaatsen op, bij grotten, openlucht vindplaatsen, over de hele wereld. Maar duidelijke sporen van vuurgebruik, dus houtskool, verbrande botten, af en toe wat hoopjes as bij elkaar, die vind je pas vanaf 300.000 jaar geleden. Dus daar is een, wij noemen dat science friction. Er is frictie tussen het boek, tussen wat Richard Wrangham vindt en wat wij als archeologen vinden. En dat, daardoor is het ineens een heel interessant debat geworden. Maar je hebt helemaal gelijk, we vragen ons dus ook af hoe, als mensen hier zaten een miljoen jaar geleden, en dat weten we, hoe hebben zij, als het archeologisch idee dat het iets recent is, als dat klopt, hoe hebben ze kunnen overleven? Dus wij gaan dan naar mensen als Van Marke Lichtenbelt in Maastricht, die aan bruin vet werkt. Hij heeft een keer geschreven, ergens in een artikeltje, iets zoals, dat in het verleden, voor we culturele aanpassingen aan koude hebben, productie van bruin vet wellicht belangrijk geweest is voor het overleven van koude omstandigheden, in koude omstandigheden, maar nu niet meer. Maar als wij zoiets lezen, denken we, met die man moeten we praten. Want dan kun je gaan afvragen, nu we die genomes hebben en hij bezig is met de genetica van bruin vetproductie, is dat misschien een ingang om iets te zeggen over mensen 400.000-500.000 jaar geleden, of ze biologisch, ze zaten biologisch anders in elkaar dan wij, maar zaten ze genoeg anders in elkaar om zonder vuur te kunnen overleven? Dat vraag je dan af. Weer een lang antwoord, sorry. Dat geeft helemaal niks. Daarvoor hebben we u uitgenodigd. Ik heb zomaar vermoeden dat de term science fiction echt, die gaat het helemaal maken. Science fiction. Ja, die werd al helemaal gehuldigd hier aan de andere kant. Zijn er nog vragen van de studenten aan deze kant? Zijn er nog vragen van de studenten aan deze kant? Zijn jullie nou verlegen of hebben jullie gewoon alles begrepen wat er gezegd is? Ja, ze hebben alles begrepen wat er gezegd is. Goed. Zijn er nog vragen uit de zaal? Ja, helemaal achteraan, dan loop ik daar even. Oh nee, u kunt zelf opstaan en die microfoon gebruiken. Ja, wij doen het. ik vond het interessant dat u dat vuur als zoiets belangrijks in de mensontwikkeling presenteert. Ik denk dat er heel weinig mensen hier in de zaal zijn die weten dat wij nu op de drempel staan van een nieuwe soort vuur. Een nieuwe energiebron, een waterbron die ons hele maatschappij en de economie zou kunnen revolutioneren. De wetenschappelijke naam is Low Energy Nuclear Reaction. Low Energy Nuclear Reaction, u kunt het googlen als u wilt. Over de hele wereld, Rusland, Japan, China, Noorwegen, Amerika, zijn industrieën bezig nu deze energie bruikbaar te maken en op de markt te brengen. Het is heel goedkoop, het is schoon en ongevaarlijk. Heeft hij ook een vraag? Als dit alvast niet was dit een vraag, vinden wij dat ook? Ja, nou, het is eigenlijk bijna een vraag voor de volgende spreker. Eigenlijk wel, ja. Tot beter bij zijn thema. Daar hebben we het over CO2. Maar ik vind het gewoon leuk om hier wat te kunnen
uitstekend. Zijn er ook mensen met een daadwerkelijke vraag? Geen statement, hè? En geen verkooppraatje, een vraag. Oké, dan kom ik naar u toe. Ik vroeg mij af, u vertelde hoe de jagers-verzamelaars, als het soms ergens warmer werd, hoe ze dan naar die gebieden toe trokken. Hè? Dus ze trokken een beetje met de temperatuur mee. Is er ook indicatie dat mensen wegtrokken uit warme gebieden, vroeg ik mij af. Dus dat het ons te warm kan worden eigenlijk. Te heet onder de voeten. Daar, we hebben een student gehad wordt weer een lang antwoord, maar ik zal het kort proberen te houden. De vraag is het klassieke verhaal is, jagers-verzamelaars leven in een breed gebied, klimaatverandering, en dan moeten ze gaan opschuiven. Je kunt alleen maar opschuiven als andere gebieden, in andere gebieden mensen zitten die je toelaten. Dus vaak zullen jagers-verzamelaarspopulaties gewoon uitgestorven zijn, lokaal uitgestorven. Dat verklaart waarschijnlijk ook voor een deel de lage genetische diversiteit van veel van die vroegere mensachtigen, zoals Neandertalers. Maar we hebben een student gehad uit Australië, in de binnenlanden van Australië, in Alice Springs. Die studeerde in Leiden en die hebben we gevraagd om etnografische data die in Alice Springs verzameld werden door missionarissen, zendelingen, om te kijken hoe de Aboriginals reageerden inderdaad op periodes van grote droogte. Ik weet niet of je dat mag correleren met warmte. En of je daar ook van die mechanismes hebt dat ze in gebied A wonen en daar wordt het te droog. En dan 200-400 mijl naar het oosten gaan, hoe dat werkt, of dat überhaupt kan. En dan blijkt dat in veel gevallen er culturele mechanismes zijn om ervoor te zorgen dat als het in jouw gebied fout gaat, dat je toegang krijgt tot het gebied van groepen veel verderop. Dus ja, er zijn data over het migreren van, heb ik het over recente jagers-verzamelaars, in periodes waarin het te droog wordt. Te warm? Hier, op deze breedtegraden, nee. Daar hebben we geen. Tenzij je zegt, er is een hele tijd een debat geweest over de vraag of Neandertalers en andere mensachtigen konden overleven in dicht beboste gebieden. Dus in de maxima van de ijstijden. In de maxima van de tusseneistijden van de interglaciale. Omdat dan, wat er dan veel minder wild is, veel minder kuddes, et cetera. Maar we zien ook nu, door onder andere de opgaven die wij gedaan hebben, dat zelfs in het hoogste punt van de laatste warme tusseneistijd, het Emien, dat in grote gebieden van Europa die Neandertalers het hier uithielden. Toen was het 2-4 graden warmer dan het vandaag de dag is. Oh, oké. Okay. Nou, dat is dan weer nieuws. Maar dank u wel. Was het antwoord op uw vraag? Ja? Wat ik geleerd heb, is dat het ooit 2-4 graden warmer is geweest dan nu. Dat is interessante informatie. Mag ik u hartelijk bedanken? Graag gedaan. Mag ik een hartelijk applaus? Applaus.